Maar ja, hij ziet dat dus als een taak ook van de mensheid om eigenlijk de ontwikkelingspaden die wij als mensen ontwikkeld hebben of geschapen hebben, dus het pad van de wijsheid, het pad van de schoonheid, het pad van de kracht, maar ook voornamelijk het pad van de liefde, om dat eigenlijk ook veel meer proberen die elfen daarin mee te trekken. Want ze hebben zoiets van, ja, dat is voor de mensheid natuurlijk het meest recente innovatie, dat pad van de liefde. Om daarmee te gaan werken en daarmee zeg maar een versnelde groei te maken naar hogere realiteit en hoger bewustzijn. En hij heeft zoiets van, ja, als we nou die elfen ook daarin mee kunnen krijgen, dat ze ook meer vanuit die liefdesimpuls gaan werken en daarin meegaan, dan kunnen we eigenlijk ook de hele planeet en de hele natuur meetrekken in een versnelde evolutionaire beweging naar dat hogere bewustzijn. Dus hij ziet ons eigenlijk als ook een soort, wij hebben een hoger bewustzijn en wij hebben daarmee ook een soort missionarisrol. Mm-hmm. Om te proberen dan die elfen te bekeren om de planeet mee te nemen. Ja. Op dit pad. Mm-hmm. Maar dat is nog een uitdaging. Of wij de Messias-rol voor hen kunnen spelen. Die taak om een stukje onbewust en bewust opgenomen te hebben om daar niet anders te willen werken. Maar kan je ook dan, zijn er elfen naar dat gebied overgegaan of alleen geesten, trollen en... Alleen maar de kleinere tot nu toe. Ja. Ja. Maar ja, zoals ik al zei, ik heb er toen 2 of 3 gevoeld in dat gebied. Dus ja, daar kun je mee gaan werken. Ja. Ja. Maar ja, ik heb het er wel eens met ze over gehad, over die liefdesimpuls. Maar ja, ze lachen wat dat betreft toch de mensheid een beetje uit. Ziet van ja, het is heel leuk dat jullie een nieuw pad ontdekt hebben, maar jullie kunnen het zelf nog niet eens lopen. Dus zie je eerst maar het pad. Ze geloven het nog niet zo. In ieder geval toen ik er toen met ze praatte. Maar misschien vond het alweer heel wat jaren geleden. Zo'n 10 jaar terug dat ik het er met ze over had. Dus misschien vinden we dit keer meer geworden. Ja. Oké, zullen we een reisje gaan maken? Moet die uit of aan? Laat het maar aan. Dus okay. Zit lekker. Kun je eventjes je ogen sluiten. En ook omdat we in een wereld gaan komen waarin alles versterkt wordt, is het heel erg van belang dat wij zuiver zijn. Zuiverheid is echt een eis, mocht je met dit soort krachten willen werken. Dus word je bewust ook van die buitenlagen van je aura, hoe daar nog allemaal energieën van anderen aankleven. Van de hele wereld, van de maatschappij, van je werk. Laat dat maar rustig wegvloeien. Totdat de buitenkant van je aura weer helder en stralend is. Van je gedachten. En voel het maar hoe die gedachten eigenlijk jouw stroming een beetje vertragen, vertroebelen. Laat ook al die denkvormen, al die overtuigingen maar weer wegvloeien uit je aura, de grond in. Gevuld bent met pure, vormeloze kracht. En dan gaan we naar onze emotionele laag. De beschermingen die we daarop hebben, de verwarring die daar nog in hangt.
het vastzetten van onze energie in een bepaald emotioneel patroon. Dat we altijd maar herhalen in ons leven. Daar moeten we nu ook mee stoppen. Want anders sluiten die patronen nog dieper in. Dus neem even de tijd om patronen te ontmantelen. Dat je niet in een beleving zit van blijdschap of droefheid, of angst of hoop. Maar juist belevingsvrij wordt. Dat de emoties hun greep op jou verliezen. Dat je als puur bewustzijn op je emoties overstijgt. Er kunnen bewegingen in zijn, maar ze kunnen je niet langer vangen. Het wordt ook allemaal vormeloos, een zee van energie. Gaan we nu naar de binnenste lagen van ons aura, waar onze lichamelijke krachten zitten. En ook dat lichaam is nu in een vaste staat van zijn. Laat ook dat maar los. De identificatie met het mannelijke of het vrouwelijke, jong en oud, gezond en ziek. Het zijn alleen maar patronen. En onze geest is vrij van die patronen. We mogen ons hierin niet laten vangen. We kunnen hier hoogstens voor kiezen. Laat dit los en word maar gewoon androgyn. Een pool van mogelijkheden. Waaruit alles voort kan komen. We gaan nu onze chakra's naar binnen laten vallen. We beginnen met het bovenste chakra. Laat dat maar krimpen. Weer terug de pranabuis in. Ook je zesde chakra. We hoeven iets te analyseren, geen inzichten op te splitsen. Het gaat alleen maar om de beleving. Ook het vijfde chakra, laat dat maar verdwijnen. En zak maar helemaal het vierde chakra in. Nu gaan we ons ook losmaken van deze dimensie, deze plaats en tijd, door ons eerste chakra op te lossen. Dus trek het maar naar binnen toe, het vergt ietsje meer kracht dan die hogere chakra's. Trek het maar helemaal je pranabuis in. En kom maar los van deze plaats en tijd. Tweede chakra, onze verlangens, onze wilskracht. Laat die ook maar los. Wij proberen nu niks te veranderen of te manifesteren. We willen gewoon alleen maar bewust zijn. En nu het derde chakra, onze patronen van actie, van handelen. Laat je niet langer beperken door wie je geworden bent. Je wordt één met het alles in je hart.
staat van puur zijn gekomen zijn, gaan we ons bewustzijn oprekken naar de ondergelegen werelden, waar de grote elementale krachten doorstromen. En voelbaar worden zich onder ons een wereld opent van potentieel, van chaos. Let goed op je zuiverheid, zodat de chaos door je heen gaat en je niet meesleurt. Raakt. Nodigen we een elf uit, een meester van deze chaos, die haar ook vorm geeft. Meester van de lagere magie. Zich hier in onze cirkel te manifesteren. En voel de kracht van dit wezen. Vanuit je hart, waar nu de kern van je bewustzijn zit, raak het aan. Nodig de wil van de elf uit om zich aan jou te tonen. Zodat jij iets van het perspectief van deze elf kan ervaren. Dan kun je ook zien hoe wij vanuit het oogpunt van de elf verstoord en ziek geworden zijn als mensheid. En hiermee kun je ook bewust worden van de eeuwige polariteit tussen de hogere en de lagere krachten, die moeilijk kunnen samengaan. Contact moeilijk vindt, kun je ook eventjes denken aan de zon die ook in jouzelf is. Ook in jouw hart zit een deel van de zon. Het helpt je vaak om een goed contact te houden, je bewustzijn helder te houden. De zon is gelijk in jou en in de elf.
met de elf weer vertrekken. En de dimensies waar zij zich thuis voelt. Zodat deze plaats en tijd zich weer kan stabiliseren. En weer vorm kan krijgen. En terwijl wij deze ervaring vasthouden, gaan wij nu ook onszelf weer ontvouwen. Dus naar beneden toe. En weer een derde chakra te openen. Een tweede en een eerste. Waardoor wij weer hier komen. En dan naar boven toe. Een vijfde chakra. Een zesde. En een zevende. Waardoor wij weer contact kunnen maken met ons aura. Waar weer nog energieën hangen van ons contact met de elf. Langzamerhand je bewustzijn er weer uit. Stabiliseer de fysieke laag van je lichaam, van je aura, zodat je lichaam weer vorm krijgt. De meridianen zich weer in je lichaam vormen. Laat ook de orde terugkeren naar de emotionele laag van je aura. Naar de mentale laag van je aura. En ook je spirituele gevoeligheid en de gevoeligheid naar de wereld om je heen mag ook weer een vorm aannemen. Probeer je hele bewustzijn weer verder in te laten dalen in je incarnatie, zodat je niet buiten je lichaam blijft hangen. Als je klaar bent, kun je ogen openen, op je vingers bewegen en meteen kom dan weer in je lichaam terug. Lijkt me wel een intensieve ervaring voor een aantal van jullie. Aan mij ook, denk ik. Ja. Hij zag wat. Het was heel duidelijk. Ja, paniek. Oh. Ja. Ik zag niet echt duidelijk een beeld toen je zei van dat hij in ons midden kwam. Toen voelde ik wel heel duidelijk dat er iets kwam. Dus dat ik voelde ook die cirkel of zo. Maar iemand ging eerst naar die chaos toe. Dus toen voelde ik wel zo'n witte lijn die dan zo door die chaos heen ging. En toen zei je van dat hij in het midden moest komen. Dus toen voelde ik inderdaad de energie van ons allemaal. Dat vond ik wel mooi.
Dus dat is niet echt een vaste vorm of zo. Het wisselde steeds. Het was weer wit en dan weer verschillende kleuren. En ik zag niet echt een beeld of zo. Toen was het ook meer zo van, nou, je hoeft hem niet te zien, maar je kan het beter voelen. Dus toen voelde ik het in deze arm. Het was heel stevig of zo, heel stabiel. Ik voelde het verschil tussen deze twee armen. Dit was echt heel, heel zwaar en heel, heel anders. En toen zei je het over de zon en toen had ik meteen zoiets van, oh ja, er kwam veel meer ruimte en er kwam veel meer stroming met die arm of zo. Dus het werd meer één. Dat was wel heel goed. Dat die meer één kon voelen met die engel, zeg maar. Ja. Mooi. Kijken. Engel of elf? Elf, bedoel ik, ja. Elf. Ja. Ja. Hebben ze een uiterlijke vorm? Elfen. Wat zij maar willen. Ja. Want wat zag jij of wat merkte je? Ik begin niet zoveel. En toen op een gegeven moment die zon had ik ook. Hier heb je huis. Dat was, toen had ik het idee dat daar iets was. Ja. Ik zag ook een soort kop, maar het hield een beetje midden tussen een hondenkop en een mensenkop. Het zag er een beetje vreemd uit. Niet echt een hond, meer een kattenkop eigenlijk nog. Kattenkop. Ja. En die had wel iets medogeloos. Ja. Niet vijandig, maar ook niet vijandig. Ja. Ik vond dat eigenlijk niet onprettig. Dus dat hing daar een beetje zo. Verder niet iets meer meegemerkt. Ik kon niet iets voelen qua elementale krachten of zo. Nou, het voelde heel krachtig aan. Ja. Dat is wel. Ja. Maar wat dat dan was, dat weet ik niet. Dat, ik vond het wel prettig. Ik had geen zin om daaruit terug te komen eigenlijk. Ja. Nee, het was heel stevig prettig. Ja, ze bestaan ook in zekere zin heel even los van onze dimensie, van onze ruimte en tijd. Ik weet niet of ze specifiek voor ons zonnestelsel zijn of dat ze daarbuiten ook bestaan eigenlijk. Ik heb nog nooit uitgeprobeerd, maar in ieder geval, ze zijn niet specifiek puur voor de aarde. Dat weet ik wel. Voor mij was het meer het gevoel dat ik, of het bracht me terug naar mijn eigen plek. Omdat ik op die plek, daar staat een beeld. En ik heb eigenlijk van begin af aan dat beeld, dat mocht niet verplaatst worden, maar dat zou... Ik nam het grondstuk over, want dan wou de eigenaar het beeld meenemen, zich alsjeblieft laat het staan. Dat voelt voor mij gewoon heel goed. En daar, dat is mij ook een beetje mijn altaar geworden, zo, in dat gebied. En toen jij ging zeggen, nou, voorstellingsvermogen, boep, dan zat ik in één keer zat ik bij het altaar. Dus in dat beeld van mij zit een heel sterke energie, dat zou wel van elf kunnen zijn. Dat zou kunnen. En ik heb ook heel veel mineralen liggen, alle stenen die ik verzameld heb, zo, dat gaat allemaal, dat komt daar ook over liggen. En ik zag daar ook heel veel sterke straling van uitkomen, met name door het gebied waar ik woon, maar ook naar mijn verbinding met de tuin, met de tuinen die we hebben, van groentetuinen. En daar voel ik ook een hele sterke verbondenheid, en niet alleen omdat het daar zo heel het groeit ontzettend, maar ook de harmonie die tussen ons allemaal ontstaat is daar. Als niet individuele tuinders, maar nu zijn we meer allemaal in harmonie. Dus ik voel daar het groeit. Het kwam uit dat veld eigenlijk, die altijd, onder andere uit het altijd. Mooi. Het was een verbinding. Dus daar bracht het mij naartoe. Ja. Dus heel veel lichtgevend. Uitstraalgebied, daarna kan ik krachten van. Dat wacht ik niet. Ja, fijn. Ja. Hier? Ja, ik werd als het ware overgenomen, want ik voelde die hele sterke, inderdaad chaotisch, maar ook metalen kracht door me heen stromen. Ik dacht, oeh, wacht even, waar blijf ik? Dus ik heb echt moeite moeten doen om er te blijven. Ja. En ik zag geen elf of wat, maar ik heb niks gezien, maar ik heb wel duidelijk gevoeld.
Dus ik heb echt zoiets van ho. Ja, je moet een beetje echt, ja, ze zijn een beetje sterk. Ik moest mezelf echt, zijn. Echt ja. In de gaten houden. Ja. Dat kon ik echt merken. Zo van, hey, als ik niet oplet, dan neemt dit het over. Dus, ja. Maar dat lukte wel. Ja, ja, mooi. Ja. Ja, ja, ik vond het zelf ook een heel, ja, toch ook wel een indrukwekkende ervaring weer om contact te maken met iets wat, ja, wat ook een bepaalde manier zo, ja, ik zou haast willen zeggen oud, maar eigenlijk is het tijdloos is. Want ja, het heeft gewoon de planeet gevormd en ja, dus het was, ja, altijd wel weer zo'n ervaring van hoe nietig en hoe tijdelijk je bent aan de ene kant, maar aan de andere kant ook hoe belangrijk je bent, want ja, jij bent de reden met een moment ook hun kind, zeg maar. Dus ja, het voelde voor mij wel absoluut niet vijandig of bedreigend of zo, maar wel heel indrukwekkend weer. Ja. Het is wel buitenaards, hè? Het is niet, dus het is een grote van. Dus het is ook een andere sterrenstelsel, een planeetstelsel. Het is niet van. Aardgebonden. Ja. Zo voelt het voor mij. Okay. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet wel dus dat ze niet puur aan deze planeet gebonden zijn, maar ook in de zon zitten. Maar ja, dat zou heel goed kunnen. Dat ze daar ook actief zijn. Ja. Ja, dus ik vond het ook wel weer een heel mooie ervaring. Het was voor mij, in het begin zag ik echt gewoon een grote vorm van licht, zeg maar. Ook heel massief licht, zeg haast. En later werd het ietsje meer als een soort wolk of zo. Ietsje zachter. Ja. Ik vond wel ook dat inderdaad bij de aanwezigheid van zeg maar elementalen was ik veel bewuster van. Zeg. Die voelde ik veel sterker en nu nog steeds eigenlijk. Elfjes, maar dit is vliegen. Die zijn heel groot. Ja, dat is echt sterk. Ja. Ja, nee, elfjes is een complete misvatting. Ja, inderdaad. Elfen, hè? Elfen. Ja. 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 Te veel Disney. Ja, dat. Tinkerbell. Dat beeld had ik erbij, maar dat voelt niet met wat ik nou voel. Nee, het zijn bloemgeestjes. Nee. Die heb je wel, die kleintjes. Heb je ook. Ja. Ja. Nou, je hebt ook bloemgeestjes inderdaad, en dat lijkt op Tinkerbell. Oké. Okay. Ja. Oh. Nou, dus de verwarring was dan daarom zo groot. Hebben ze ook een bepaalde... Zullen we deze even uitdoen of vinden jullie dat geen goed idee? Nee, ik vind het wel lekker zo als die in is. Is die in, als die zo is, zoals nu? Ja, anders zit je in schaduw. Ja. Met zoveel licht. Maar jij blijft in de zon zitten als we hem open doen. Vind je, mag die dicht of open bedoel ik? Nee, mag het wel, maar ik vind het wel lekker in de zon. Oh. Als ik hem al even laat, wacht even, kan ik niet meer terug. Speel de bloemetjes, dans en de bloemkerkjes. Ja, nee, maar wie vindt het lekker in de zon? Oh. Oké. Okay. Okay. Ik weet niet of jullie in de schaduw willen. Jij vindt het ook wel lekker, zeker? Ja, het is niet heel fel. Is het voor jou zelf? Ja, veel licht of zo, is voor jou. Ja, licht. Ah, licht, hè? Jij bent lichtgevoelig, hè? Wat gebeurt er met zo'n geest als je je hand plat doet, of gaat dat er doorheen? Ik denk dat het niet gezond is voor dat geest. Nee? Steek. Nee, maar misschien dat ze gewoon door de energie van de hand heen gaan. Nee. Vertrouwt die mensen niet meer? Naaldenkussen bij. Het zijn vliegende geestjes. Het zijn etherische geestjes. Dit zijn bloemgeestjes, dus die worden vaak als elfen gezien. En eigenlijk een andere. Ja, dat is een beetje. Kijk je van. Wat gebeurt hier? En dan kunt u voorstellen dat elf natuurlijk ook om zich heen. Dus een
bepaalde mineralen of elementalen rijk om zich heen natuurlijk, kun je ook natuurlijk aan toevoegen natuurlijk. Ja. Nu hebben we dus mineralen, maar je bepaalde mineralen op bepaalde plekken gaat neerleggen of zetten. Ja. Ja, zeg maar wat, wat ze eigenlijk doen, is, ze hebben dus een controle over, ja, over dit soort wezens en krachten. Ja, ja. Hoe meer er zijn, ja, des te meer ze hun oude rol willen vervullen. Okay. Ja. Ja. Zijn er bepaalde mineralen, stenen die daar zeer geschikt voor zijn? Moet dat duik nog op? Of is dat een... Ja. Wat ze over het algemeen, even te denken. Ik heb vaak bergkristallen, grote bergkristallen die staan in tuinen of zo. Ja. Dus die daar echt heel duidelijk. Ik lach dat ik heel veel kwartskristal heb in mijn tuin. Ja. Die gewoon als graaf ik ook aan het zijn. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Ik zit eventjes te denken, waar heb ik nou veel ogen gezien? Niet per definitie een berg of een... Ja, het zijn wel duidelijk in dat gebieden waar ze veel meer voorkomen dan anderen. Maar ja, ik ben geen geoloog, dus ik zou niet precies weten wat er daar dan zoveel is. Want in Kashmir, daar zo in... Noordwest-India zijn er vrij veel. Een beetje in de noordkant van Japan, van het grote eiland, zit er ook vrij veel. In de buurt van, ietsje ten noorden van Praag zitten er relatief veel. Maar ja, ik weet niet wat voor mineralen of dingen daar zitten. Maar er zijn wel inderdaad heel duidelijk bepaalde gebieden waar ze meer zitten dan anders. Ja. Dat zouden we eens na moeten zoeken. Eens kijken wat is de bodemgesteldheid, misschien of de gemeenschappelijke factor inderdaad in Kashmir, ten noorden van Praag enzovoort. Het is wel inderdaad zo dat ze zich heel verbonden voelen aan het mineralenrijk, zeg maar. En vaak meer vanuit de krachten van de aarde zelf proberen te werken. In de plaats van direct op de levenskrachten die al in bloemen en planten zitten te werken. Dus ze zorgen daar wel voor, maar meer ook door het van onderaf te proberen te steunen en te sturen. Ja. Trouwens even de lunch gaan maken. Hoe laat is het? Het is bijna 10:01. 10:01 alweer? Ja, gaat hard. Ja, dat gaat zeker hard. Ja. Dat is goed. Maar zo'n 11, want ik vind het geen 11 meer, maar zo'n 11, die heeft dus inderdaad heel veel kracht. Oh ja. Dat is best gevaarlijk inderdaad, als ik gekeken heb. Dat kun je wel voelen dan. Ja, wat dat betreft zijn ze tot heel veel in staat. Ja. Maar ze zijn dus eigenlijk van nature... heel erg hands-off. Hè? Dus ze proberen dingen zoveel mogelijk hun gang te laten gaan. Ze proberen het juist niet te sturen. En die hogere krachten die willen het juist wel sturen. En dat is dus een beetje het punt. En af en toe dan neemt zo'n elf dan wel weer een beetje het heft in handen. Maar ja, dat zijn meestal gebeurt niet zo vaak. Dus ze zien zichzelf veel meer als een ondersteuning dan richting geven. Ja. Het is goed om mee samen te werken, want zonder hun invloed leeft er en groeit er heel weinig op zo'n planeet. Dus dat is wat gebeurt, ik noem het een vindhoorn. Dat je zegt, dat is een komende gebied waar mensen zeggen, dat kun je niet goed betekenen of dat is een slecht. Precies wanneer snack. En dan zie je dus dat zo'n gebied wordt dan, de mensen die daar naartoe gaan, de energie, maar ook waarschijnlijk wel, dus ze richten ook in. Dat er nu een bloemen ontstaan of de tuinen die daar zijn, de boetentuin. Zo fenomenaal, zo groot, zo rijk. Dat sommigen zeggen, dat is mogelijk. Hoe kan je dat van elkaar dat gebied kunnen delen of kunnen.
dat ontwikkelen. Ja. Of eigenlijk wat ze de goede vingers dus, maar dat is eigenlijk een goede samenwerking met eigenlijk al die... Ja. 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 Want eigenlijk vanuit die... Ja, want eigenlijk die elementale krachten, die zitten dus nog onder het niveau van levenskracht en astrale kracht, maar het steunt dat wel. Ja. Dus door die elementale krachten kunnen dus die levenskrachten en astrale krachten ook vorm krijgen en gevoed worden en gedragen worden. Ja. Dat is dus wat elfen doen. Ja, en dan de natuurgeestjes, die zitten daaronder dan? En dat, die bestaan puur uit levenskracht. Okay. Dus die hebben relatief weinig emoties en gedachten, die zijn meer. Mm-hmm. En ja, naarmate je zeg maar verder naar een hoger bewustzijn evolueert, dan ben je niet alleen, leef je niet alleen, maar dan word je ook bewust en ga je denken en ga je voelen. Oh, ja. Dus, maar ja, zij stuwen dat voor onderaf aan. Want ja, anders dan. Ja. Dus zij komen voor onderaf met een engel, een gids of zo, die